Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Digging of the Pest. Ik ben vandaag met iemand die gaat voor het eerst op een akker zoeken. En we gaan eens even kijken wat we gaan vinden vandaag hier zo. Het ziet er al goed uit, ik zie al heel veel scherfjes liggen. Het schijnt dat hier ook een oude terp op uitgevlakt is geweest. Dus wie weet wat we gaan vinden. Het gebied wordt al verteld al in 1400, zeg maar. Dus het is best wel oud. Dus we gaan het even zien. Nou, tot bij de volgende vondst. Het eerste signaaltje, 18. Oh, wat is het weer hard. Maar gelukkig kan deze schep dat allemaal aan. Hé, zo'n oud sierdingetje of zo, wat is het? Geen idee wat het is. Klein speelgoedje of zo, of niet? Of een knopje ergens, of een knopje, een handgranaatje. Een klein speelgoed handgranaatje. Nou, een paar dingetje. Nou ja, ik heb dit tijdens het schoonmaken, kijken wat het is. In ieder geval wel een aparte vondst weer, toppie. Mooi hè. Oh, het is zo hard hier. Je zult het niet geloven, maar ik heb een muntje. Gewoon. Bijna wel. Ik hoefde alleen mijn schepper in te steken en toen kwam je er al uit. Jeetje zeg. Ja, dat is een heel oudje. Het is een duit. Een duitje van 1700. Hoe kan je dit zo snel zien dan? Oh joh, ik vind ze zat. Echt waar. Jeetje. Ja, ik vind ze echt, ik heb bakken vol van die dingen. Oh, ja. Maar vaak allemaal onleesbaar. Ja. Maar vaak op dit soort akkertjes komen ze er nog wel redelijk mooi uit. Als ik deze schoonmaak, zeg maar, dan zal er nog wel wat relief op zitten, dat je een beetje wat van terug kan zien. Nou, hoor je hem ook bij mij. Ja. Hey, misschien even een tip. Ja. Dat je die schijf beschermen erop zet. Oh. Die je erbij hebt gekregen. Die zit er niet bij. Zat het er niet bij? Nee. Oh, want vaak moet het er gewoon bij zitten. Oh. Kijk, zoals deze. Ja, ik zie het, ja. Want dat is best wel fragiel, namelijk dat spul eronder. Ja, nee, die zat er niet bij. Joh. Nou, dan moet je het even vragen. Ja, ik zal jullie even laten horen hoe druk het signaal is met signalen. Het is echt mega druk. En je zoekt die constante signaal, dus daar ben je nou op zoek. Het is ook echt rustig lopen hier. Kijk. Zie je? Dus dit laat gewoon echt zien wat deze detector allemaal kan, deze Vanquis. Want als het echt een signaaltje is, dan is hij er ook gelijk goed te horen. Kijken of het. Eens even kijken. Kijk, scherfie. Het is geen lood, denk ik. Nee, het is geen lood. Iets heel zwaars. Fragmentje van iets. Maar zo zie je maar weer. Zoiets kleins tussen al dat ijzer. Ja, daar zie je heel goed in. De Vanquis. En ik denk ook dat dat de techniek is. Hè, dat multi-IQ die... Tussen het ijzer dit soort gewoon
conductieve, zeg maar, in ieder geval ja, mooi spul vindt, zeg maar. Dus. Maar op naar de volgende. Ik vind de hele tijd dit soort scherven, oude potscherven met glazuur. Over het hele akker zie je allemaal scherfjes. Van allerlei soorten. En dat vraag ik me af, hè. Ze lopen al een tijdje. Bijna een uurtje, denk ik, lopen we nu. En dan vind je niet echt, er is heel veel ijzer en je vindt niet echt mooie signaaltjes, weet je wel. Beetje apart. En joh, je verwacht altijd als je veel van dit stort, van die oude aardewerk vindt, dat er toch wel veel oude metalen dingen ook naar boven komen, snap je? Nee, maar oppervlakte geluidje weer. Eens even kijken. Oeh, weer een stukje brons. Ja. Geen idee wat het zou kunnen zijn, joh. Zie je, apart dingetje weer. Bingo, hè? Mooie 12. Het zit niet zo diep. Niet zo diep, nee. Wacht, zal ik je nog een trucje laten zien? Kijk. Dat is een trucje. Let op. Even kijken hoor. Ga je er heel... Heel kort eroverheen. Ja. Ga je, en dan zit hij voor de schijf. Dus zeg maar zo, een rondje. Dit. Oh ja. Precies, dus als je nou je schep hier in, voor de schijf steekt, ja. Dus zeg maar hier, ja. Daarvoor, ja. Dan heb je hem vaak in één keer eruit. Ja. Dat komt, er komt wel even goed wat meer mee, maar kijk hoor. Ja, nou gaat hij komen hoor. Nou gaat hij komen. Ben benieuwd. Moet kijken wat hier op de oppervlakte ligt. Ja. Op de oppervlakte ook gewoon, hè? Stom, hè? Wat is dit dan? Zo, heel oud knoopje. Knoopje? Ja, heel mooi knoopje. Ja, 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 ja. Goh. Het ligt gewoon op de oppervlakte. Kijken. Oh, wat grappig zeg. Ja, wat klein zeg. Mooi hè. Ja. Ja. Dat ligt gewoon in één keer een signaal, ik denk hè? Ja. Leuk. Nou, dat zonder te graven. Dat hoppa, leuk. Dat is ja, nog beter. Ja, gewoon in de oppervlakte. Ja. Gek hè? Ja. Zo. Even met de Venkus weer op een ander landje. Want vonden we gewoon helemaal niks. Een beetje oppervlaktefonds en een heel kaal muntje. Nou, we hebben aardig wat gelopen daar. Dus we gaan nu op landje 2. Dus succes, hè? 20. Het is niet echt helemaal een stabiel signaal. Modern spul, denk ik. Ja. Boutje. 18, 19, oppervlakte. Echt moekraat. Zo, ik zie het al zitten, maar dat is een musketbal denk ik. Zo, dat is nog gevaarlijk hè dit. Musketballetje. Oh ja. Musketbal, dat is wel grappig. Leuk.
is eruit. Ho, 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 kijk dat nou eens. Zien jullie dat? Kijk. Dat is zilver. Zilveren knoop. Ja joh. Kijk, Vinkwis doet het weer. Prachtig stukje zilver, mooi. Nou, maak hem thuis al schoon en dan zien we hem alweer in beeld. Leuk hoor, eigenlijk gaat het lopen hier. Heel mooi knoopje. Versierd knoopje, zie je dat? Zilver knoopje is dat. Dat noemen ze een tietknoop. Vanwege dat puntje wat erop zit, lijkt een beetje op een tietje. Lachen, leuk. Ja. Wat een leuk, hè? Kijk hoe mooi die binnenkwam. Ja, 13. Prachtig. Mooi. Leuk man, leuk klein dingetje. Heel klein zilvertje. Ja. Hij heeft zijn eerste munt. Duit. Ja. Het is een duitje dan. Ja. Kijk, nu gaat hij lopen, hè? Ja, ja, ja. Kijk, ja, ja, ja. Zie je, als je niet opgeeft, op een gegeven moment kom je er. Ja. Mijn eerste duit. Fantastisch. Hey. Top. Top, leuk. Hey. Box. Dit is... Nou, even kijken, wat gaat... Oh, kijk. Ja, dat was misschien... Zit er een oogje aan? Dat betekent dat hij niet goed is, of hij heeft een impact gehad. Ja. Of hij is niet goed helemaal afgeknepen. Want ze werden in een, volgens mij 5-6, in een mal, werden ze gelijktijd gegoten. En dat was dan een kanaaltje naar de volgende. Oké. Oh, ja. Wel een groot kliebe, zeg. Poeh, die is groter dan die van mij. Zo. Weet ja. Dat ook, hè? Dan moet je niet voor je dingen hebben, hoor. Oh. Ja, leuk ding. Hoppa. Ja. Zie je, komt wel iets al naar boven. Ja, ja, ja. Ja. Leuk vondst weer, hè? Ja. Top. Ja. Oh. Vind je nou weer een kogel? Ja. Ja. Ja hoor, weer een grote. Zo, diep zeker was deze. Ja, viel wel mee. Zie je? 10 centimeter. Mooi hè? Ja. Top. Weer een. Ja, mooi. Mooie 19, hè? Hij zet mijn leenschip alweer uit. Dus dat is mooi. Welkom bij Skepbal. Oh ja? Ja. Dat klonk ook zo duidelijk, hè? Ja, inderdaad. Net zo groot als die voor jou. Weer eentje. Hoppa. 12. Oh, dat is grappig. Vogeltje. Kraai. Oh, mooi. Wat leuk. Vogeltje. Leuk. Het lijkt net een kraai. Grappig. Godverdorie zeg. Een kraaitje. Lachen. Zie je? Dat is mooi. Ja, kraai, vogel, ja. Het is een heel goed vogeltje. Zo leuk, hè. Goh, het ligt er veel, hè, hier. Vergeleken het akkertje van net. Ja. Dat was echt helemaal niks. Veel leuke dingen liggen hier.
Nou, een muntje. Kijk. Maar deze is wel erg vergaan. Ja. Er stelt echt helemaal niks meer voor. Ja, dooi dat. Ja, ik heb ook weer iets aparts. Oh, weet je wat het is? Nou? Dat is een kledinghaakje. Zo, van een vestje, zo'n haakje zo. Oh. Zo, zo. Ja, hop. Okay. Zo'n wollen haak, weet je wel. Zo'n kledingsluiting, weet je wel. Okay. Nee, ik vind... Wat is dat eigenlijk? Een knoopje of zo? Nou ja, er zit een kruisje in. Ja. Oké, heel laag op. 5 ging je af. Maar het is wel iets, weet je. Ja. Alweer iets. Ja, ja, ja. Ja. Leuk. En... nageltje. Jongen, wat een minuscuul klein stukje folie haal ik eruit. Ongelooflijk. Wat heb je? Wat is het? Hey! Wat is het? Nou, meestal is het niks. Een ring? Ja, ik dacht misschien een vette, dikke, vette... Oh, ja, dat is het wel spannend, hè? Ja, 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 ja. Ja, maar een ringetje. Wel zwaar, trouwens. Weet het niet. Hij is zo anders. Ik vind hem heel zwaar. Ja, wat is het voor materiaal? Is het brons? Het is niet een gewoon ringetje wat ik wel eens vind, weet je wel? Van die hele dunne ringetjes. Het is veel dikker. Ja. Is het brons of niet? Ja, lijkt wel. Volgens mij is het wat anders, joh. Het is niet gewoon staal, denk ik. Het is volgens mij echt vet oud. Heel apart. Het is echt heel zwaar. Ja, weer een musketballetje. Ja. 10. Een gesmeden spijker. Koper. Het is inderdaad een stukje van een labeltje. Grappig. Ja, ja. En die andere heb ik. Ja, die zit ergens in mijn zak. Je moet echt een vondse tas. Ja, ja. Ja, nou ja. Nou ja, dat duurt wel even. Ja, een mooi signaaltje. 26. Filmcent. Even kijken. Een duitje, denk ik. Ja, een duitje. Hoppa. Nou, we hebben weer een target. 19. Misschien weer een musketbal. Ja. En weer een musketbal. Hoppa. Musketballetje weer. Ja. Nou, dan zal dit er ook wel eens zijn. Er is hier weer flink geschoten. Er is hier weer flink geschoten, ja. Het zal wel weer. Een kogeltje zijn. Ja hoor. Weer een musketbal. Ja, was dat van, ja. Nummertje 5 ging je af. Een heel klein stukje koperdraad. Ik pak hem niet hoor. Jij pakt hem net niet. Ah, heel lichtjes. Ja, dit is zo grappig om te zien, hè. Want jij hebt een iets kleinere schotel als die van mij. Ja, ja. En hier, kijk. Wat geeft hij aan voor cijfer?
28. Kijk. Daar, ja. Gespje. Een vet oude gesp. Gespje. Moet je kijken wat een diepte. No. Mooi hè, het signaal was bijna helemaal weg. Dat is leuk. Ja. Wat een klein gespje. Wat leuk. Kijk wat leuk. Vind je een mooi gespje? Ja, een schoen gespje. Ja, lachen. Ja. Ah, dat is een diepte. Dat is, even kijken, mijn hele... Kijk, even een beetje de grote schotel erin. Ja, dat is mooi. Dat zijn de dieptes. Ja. Muntje, muntje 23. Dat is wel eng dit. Wat dan? Of spannend, laten we het spannend houden. Is dat een zilveren munt? Zo'n grote joekel. Zou dat er een kunnen zijn? Nee, nee, het is koper helaas, jammer. Maar wel een appart... Ja. Jeetje, die heeft weer een mooi draad gekist. Wat is dit? Geen idee, maar een vet grote munt. Grote? Ja. Oh, we moeten meer hier. Is het... Heel dikke munt. Nou, thuis maar even schoonmaken. Voordat ik de patina ermee uittrek. Maar het, volgens mij is het een oort. Ik denk dat het een Friese oort is. Ik denk het wel. Ja, het is een Friese oort. Ja? Ja. Ja. Hier heb je wat tekens hier al. Hier staat dan een boertje of zo, weet je, een mannetje met een petje en een zwaard op zijn schouder. Okay. Dat zijn leuke muntjes. Top! Leuke munt! Heel gaaf! Dan ga je er maar, hè. Dat dingetje, denk ik, ja. Jezus, het is weer klein, jongen. Een fragmentje. Ja, heel klein. Oké. Okay. Yep. Aardig wat gedaan hoor. Er komt heel veel leuke dingetjes uit. Nou, dat is lekker daar bezig. Ik heb ook achter elkaar targets, dus dat is goed. Hartstikke mooi. Het is windstil, echt windstil. En ook gewoon heel veel stilte. Ja, ja, ja. Nou, het laatste stukje. En dan gaan we daarna nog daarachter. Ik vind nog een braakliggend akkertje, bouwland. En dan gaan we daar nog even kijken. Dan is het wel klaar, denk ik. Ja. Jezus. Dat is een heel klein musketkogeltje. Ongelooflijk. Die vind je vaak niet zo, zeg maar zo klein. Grappig. Knoop. Vist wel een munt. Appartement.
heel dik. Nou, dan moet ik wel even schoonmaken. Ja. Ik ben benieuwd wat voor munt het is. Toppie. Ja, musketbal denk ik. Plat ge... Die wordt geraakt. Weer zo'n minuscuul stukje koperdraad. Weer een 23. Dit is een... Kijk. Dikke nog. Aangezien hij zo dik is, zal ik denken dat het een Willemscent is. Ik denk een Willemscent. Dan kunnen we dat nog een beetje zien, hè? Hè? Hij lag diep, joh, deze. Zo. Lastig. Er is te zien erop. Nee. Oh. Even schoonmaken, weet. Komt er nog wat uit. Ja. Hoppa, weer een munt. Beetje versierd, hè? Ook. Ja. Niet helemaal dat is. Eens kijken wat die tekst inhoudt. Ja. Per min no. Thuis even goed schoonmaken. Kijk, ja, ben benieuwd. Weer een muntje. Duitje, ja. Dit keer is een duit. Of een Belg. Hè? Ja, dat is het mooie aan deze tijd. Je kan lekker lang door. Lekker lang licht nog. Oh, ja, het was gewoon een kraai. Wel een kraai. Ja. Dat is wat ik me nog afvraag. Ja? Dat andere programma. Die... programma's. Ja. Bepalen die nou alleen wat je discrimineert en wat niet? Nee, ze hebben nog wel andere eigenschappen. Ja? Ja. De gevoeligheid. De je hebt zeg maar aan elk programma zit een reactiesnelheid gekoppeld. Dus je hebt een trage reactiesnelheid en een langzame. Ah. En die trage reactiesnelheid, dan gaat die dieper. Dat is wat gevoeliger. Dus zo zit dat. Ja. Wat een gesp. Een keer komen we het anders weer tegen. Ja, gesp. Kom, ah, jeetje, Mina weer. Is het mogelijk? Ja, dat is de zoveelste. Wat denk je? Ik heb er nou ondertussen al 10 of zo. Dat gaat goed, ja. Dat is een zegellood. Oh, een zegelloodje. Ja. Oké. Grappig. Ik heb geen idee wat dit zou kunnen zijn. Heel hoekig is hij, is dat object. Geen idee. Wel hoog hoor. Hoog signaaltje. Een oord. Ja, oortje. Ja, mooi hoor. Dit is een duitje. Ja. Komt veel uit hier. Ja, weer een muntje. Nou. We zijn weer op een ander akkertje ernaast. Hier. Ja hoor. Weer een balletje. Ja, de zoveelste. Ja. Nou, dat zal ook weer een balletje zijn. Ja hoor. Dat is niet normaal. Weer een balletje. Zoveelste al. Nou, wat hebben we gevonden? Het ligt allemaal bij elkaar, joh, dit.
Het is los. Knoopje, denk ik. Ja. Het is een knoopje. Oh. Klein knoopje. Bingo. Ja hoor, bingo. Hele oude gesp. Ja, echt een typische achtergesp. Wat was het nou? 16, 1700? Ik weet het niet meer zeker, maar... Het is wel wat een mooie vondst dat is. Ja. Ja. Het zijn echt oudjes deze. Oh ja, kijk. Het zijn echt helemaal nog versierd, zie je. Tenminste, ze hebben nog een heel mooie vorm. Ja, ja. En later werden ze hoekig, weet je wel, zoals we het nu hebben. Ja. Vroeger was alles heel sierlijk en rond en bewerkt. Mooi. Mooi gisteren. 16, 1700, ik weet niet zeker meer. 1700. Ja. Autorij. Zo. Weer een bal. De zoveelste bal. Ja, weer een munt. Echt wel waar. Oh ja. Dit is een aparte. Een duitje. Dit is een mooie. Daar zie je nog vormpjes in. Ja. Weet je wat ik denk? Nou. Ik denk dat we zoveel vinden, ja, heeft ermee te maken dat die pas hier goed is omgeploegd. Ja, dat het naar boven komt. Dat zou kunnen, ja. Want wij zullen echt niet lang niet de eerste zijn die hier zoeken. Nee. Maar toch, hè, het komt allemaal omhoog, want alles zit een beetje aan de oppervlakte. Ja. Dus dat is wel grappig. Dat zou zomaar kunnen. Weer een mooi duitje. Hoppa. Misvormd. Dit is nou een heel moeilijk signaaltje. We gaan toch graven. Omdat het zo makkelijk graven is, kan ik alles lekker graven hier. Toch ijzer, ja. Ik denk het wel. Ja, toch wel. Misvormd ijzer. Verrassingkie. Weer een verrassingkie. Nou, je raadt nooit wat het is. Het is rond. Alweer een. Het lijkt wel dat er een slagpartij is geweest hier, joh. Ja. Hé? Heel vreemd. Zoveel. Nou, weer een. Ja. Nee, het lijkt wel gewoon echt ook zo'n kogel, maar dan helemaal plat. Dat hij het was door iemand heen is gegaan of zo. Ja, dat is het denk ik. Of afgeketst ergens op. Ja. Dat hij door de impact, omdat natuurlijk lood is, plat is gevormd, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Oppervlakte. Klinkt een beetje raar. Er liggen meerdere signaals bij elkaar hier. Dat is het. Die is maar. Wacht even hoor.
dat is weer iets rond, zeg maar. Word je er niet goed van? Nou, dat wil ik niet meer. Ik wil ze eigenlijk niet meer vinden, eigenlijk. Het is nu te veel, weet je. Maar... een mechanisme van iets of zo. Nou, ik weet niet. Nou. Dit is de zoveelste al. Echt waar. Ik weet niet waarom ik ze zoveel vind. Maar dit is... Ik vind ze wel eens. Maar ik vind echt... ontiegelijk veel van die ballen vandaag. Die gehaktballetjes. Ja. Nou, mag gewoon allemaal munten zijn, denk ik. Weer een bal. Als het de ballen stoppen we, hoor. Ja hoor. Het is er weer één. Man. Tjonge, jongen. Nou. Nee, niet weer een bal. Oh nee, is dat weer rond? Of is dat weer... Ja, het is... Ja. Weet je wat ik denk? Alweer een gehaktbal. Ja. Zal wel weer. Nou. Tuurlijk. Jonge. Wat is hier in godsnaam gebeurd? Ik ga me nou even dingen afvragen, zeg maar. Geen gehaktbal, iets anders dan een gehaktbal. Eens even kijken. Tering. Wat is dit, joh? Knopie. Wat zeg je? Oh, een heel kleintje. Wat? Een klein kogeltje. Ja, hè? Dat lijkt wel van. Ja, klein knopie. Kogelpuntje. Of is dat? Nee, het is echt een looie. Ja. Oh, hij gaat weer aan dat ding. Ja, hij gaat daar spuiten. Ja. De Jezus, Mina. Weer een? Ja, man. Wat hebben ze in godsnaam gedaan hier? Ja, ik denk elkaar helemaal kapot geschoten. Dat denk ik ook. Wat zei je? Het ligt wel voor je poten, die dingen. Ja, nou. Je bedoelt die gehaktballen. Ja. Oh, maar dit kan wat anders zijn. Dit is een 18. Het is weer geketste musketbal. Denk het wel. Ja. Nou, Arnoud. Haal die gehaktballen maar uit. Het is echt weer gehaktballendag. Ik weet zeker, dat is er ook één. Ik zie hem al liggen. Het is er echt één. Ja, in het begin dacht ik, oh wat vet. Ja. Maar nou denk je, jezus. What the fuck. Er zit wat op. Oké. Okay. Een vormpje of zo. Een vormpje. Interesting. Beetje licht erbij. Even kijken of ik een zaklamp heb. Ja, normaal neem ik die wel eens mee. Even kijken. Hop.
Oh, dat is een marineknoop. De anker. Oh, verrek je. Ja. Kikken. Ja. Ja, marineknoop. Leuk. Ja, mooi 18. Maar het zit wel in de gehaktballen range. Dus het is iets. Een knoopje. Zo, die lag ook weer diep, hè. Ja, knoopje. Oké, leuk. Ja hoor, weer een gehaktbal. Nou, even kijken of ik het kan zien. Ja, het is weer een gehaktbal, hè. Weer een. Ik noem ze maar gehaktballen. Ja. Ik denk dat ik niks meer hoef te zeggen. Ik denk dat het namelijk weer een gehaktbal is. Tja, het is er weer een. Deze heb ook wat geraakt. Ja. Het lijkt wel alsof er een vuurlinie was hier, man. Tss. Nou, dat was het dan alweer. Lang volgehouden. Ik denk dat ik er een prijsvraagje aan aanknoop. Hoeveel gehaktballen, oftewel musketballen, hebben jullie zelf gezien? Zet ze even onder in de comments. En wie het juist hebt, die krijgt wat zullen we doen? Een leuke vondstentas toegestuurd. Dus de eerste die hem die de juiste aantal raadt, die neem ik even contact mee op. En die krijgt vondstentas, dus toppie. En vonden jullie het trouwens een leuk filmpje? Doe even een duimpje achterlaten. En abonneer even, zet even een blauwe duim omhoog. Dus tot de volgende. Yes.